109, dan wordt het bos over omvorming van de publieke omroep. Wie is daarvoor? PVV voor. 110, de motie Dibi over het btw voor digitale buiten. Wie is daarvoor? SP. Kerstboomlichtjes. Dit heeft geregeld u weg en nou is die terug. ChristenUnie verworpen. 112, de motie Dijkgraaf over een onafhankelijke klachtenfunctie. Wie is daarvoor? Ik. SP, Partij van de Dieren, Partij van de Arbeid, GroenLinks, D66. Mooi, hè, sneeuw. ChristenUnie, CDA. Zo een beetje grijs. Aangenomen, toch? Aangenomen. Veel sneeuw. 112, de motie Dijkgraaf. Ik zit naar politiek 24, kijk wat dit opneemt. Voor de wind of en dat is Cora. SGP, ChristenUnie. Kijk maar goed in de spiegel, Cora. Goed zo. Stemmingen bij 6. Braaf en wijs. Stemming over motie ingediend bij het spoeddebat over de gevolgen van het niet behandelen van de wet anticumulatieziektewet en werkloosheidswet. Dat is weer op het programma. Moet je kijken, hè. Lekker, hè? Sneeuw. Lekker dat je net sneeuwt. Wie is daarvoor? De daken zijn weer wit. Achter wordt weer wit. 9. Moet je Urenbeeld Commissie. Ja, lekker sneeuw. Wie is daarvoor? SP, Partij van de Dieren, Partij van de Arbeid, GroenLinks, ChristenUnie verward. 7. Stemming nummer 7. Stemming in verband met de vaststelling van de begrotingsstaat van de koning, Romeinse 1. Voor het jaar 2020, het wetsvoorstel. Het is fijn sneeuw. SP, Partij voor de Dieren, Partij van de Arbeid, algemene stemmen aangenomen. Stemming zien we de achtergrondje bij mij, dat het goed sneeuwt. Staten-generaal Romeinse 2a. Wetsvoorstel, wie is daarvoor? Algemene stemmen. Stemmingen bij 9. Stemming in verband met de vaststelling van de Grote Staat van de Raad van State, Algemene Rekenkamer, Nationale Ombudsman, Kanselarij, Nederlandse Orde, Kabinet van de Groene. Nee, dames en heren, ik ga jullie verlaten. Ik zeg tot de volgende keer de groetjes en tot de volgende keer. Hoi.